Suriname moet als land dat al 46 jaar onafhankelijk is, meer gaan publiceren over haar geschiedenis. Historicus Jeroen Egger zegt dat jongeren dan een eigen mening kunnen vormen over de diverse aspecten van onze geschiedenis. Onlangs is er felle kritiek geleverd op de keuze van Surinaamse vrouwen die als helden van ons land gepresenteerd zouden worden op de Dubai Expo. Echter zeg dat meer publicaties over onze geschiedenis ervoor zullen zorgen dat dergelijke discussies constructief onderbouwd kunnen worden. We moeten op een, op een systematischere manier aandacht besteden aan onze geschiedenis. We moeten er rekening mee houden dat jongeren nu op een andere manier aan informatie komen. Ja, we moeten dus kijken naar uh, onder andere sociale media uh, om een aantal aspecten van die geschiedenis uh, aan te kaarten. We moeten proberen op school het, 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 het onderdeel geschiedenis meer body te geven. Het moet niet het vak worden waar studenten denken van hey, ik ga lekker slapen wanneer ik geschiedenisles heb. Er zijn zoveel aspecten die jongeren uh, uh, aanspreken. Egger wijst er verder op dat iedereen op zijn eigen manier kijkt naar de geschiedenis. Hij zegt dat de geschiedenis geen eenheidsworst is. Ik zeg vaak. De geschiedenis bestaat niet. Eh, er bestaat een geschiedenis die één keer in de zoveel jaar andere perspectieven oplevert, andere manieren oplevert om er naar te kijken. Vijftig jaar geleden, mevrouw uh, McNack, zou u waarschijnlijk niet naast mij zitten voor een interview. Zou er een man hier staan en die dame achter de camera zou ook geen dame zijn, zou er een man zijn. Toch? Want vrouwen toen hadden een hele andere positie in die maatschappij. Toch? Daar heb je dus ook die verandering gehad. En daar moeten mensen ook aandacht aan besteden dat geschiedenis, om het een beetje mooier te zeggen, niet iets statisch is. Dit is de geschiedenis. Geschiedenis is dynamisch. Kijk maar naar de huidige discussie hè, over, over uh, iemand die in Dubai iets wil pr uh, 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 presenteren over drie vrouwen. En je krijgt direct reactie van waarom die drie vrouwen? Die, die ene heeft dit gedaan, die andere heeft zus gedaan. Toch? Dus het hele uh, gebeuren rond de geschiedenis. Hè, uh, uh, dat, dat is iets, iets dynamisch. Mensen hebben hun eigen mening. Mensen komen op voor die mening. En dat kan alleen maar positief zijn. Historicus Eger vindt dat er een instituut van geschiedenis en cultuur van de grond moet komen. Dit instituut zal samen met historici moeten werken aan publicaties over de Surinaamse geschiedenis. Het volledige interview met Eger is morgen te zien in het programma In Gesprek met, welke om 5 uur op kanaal 12.1 wordt uitgezonden.